Het lijkt erop zo van, oh, Simon, je bent de beste speler van de wereld. Is ook wel. Maar het lijkt ook heel snel omdat het zo soepel is. Hades is waarschijnlijk, en ik gebruik het woord waarschijnlijk, ik weet niet waarom, want ik weet het 100% zeker, de meest uitdagende game die wij in deze hele serie gaan behandelen. Maar het is misschien ook wel de game waar je de meeste uurtjes met die controller in je hand zit, zonder dat je hem weg wil leggen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Must Play, waarbij ik de pareltjes van PlayStation onder de loep neem. En dan heb ik het meestal over indie games. En vandaag gaan we het hebben over Hades. Eentje die ik helemaal kapot heb gespeeld. Ik ga er van alles over vertellen. Ik ga niks verklappen, want er zitten natuurlijk ook spoilers in. Dus dat gaan we lekker niet doen. We gaan zo gewoon lekker veilig Hades induiken en de onderwereld in. Voor het zover is, check nog even ons Instagram kanaal @PlayStation_NL. Daar gaan we binnenkort een quiz doen rondom Hades. En dan kun jij €50 PSN te goed winnen om misschien wel deze game aan te schaffen. Beschikbaar PlayStation 4 en PlayStation 5. En misschien zeg jij, nee Simon, ik wil een van die andere dope games uit deze serie. Maar voordat jij erover na gaat denken, of tijdens dat je erover na gaat denken, gaan wij lekker naar de onderwereld. Hades dus. Ik kan niet over deze game praten zonder eerst even iets te zeggen over het genre, want dat is nogal een uniek genre. En dat is namelijk de roguelike. En dat betekent dat als jij deze game gaat spelen en je wilt hem uitspelen, dan moet jij van het begin naar het einde komen zonder dood te gaan. De kans dat dit in één keer lukt is ongeveer 0,000006%, want Hades is een knijter moeilijke game. Maar laat je niet afschrikken daardoor, want het is juist onderdeel van dit hele genre dat je vaak blijft proberen en vaak doodgaat. Maar het is niet zo dat je continu met hetzelfde poppetje en dezelfde skills maar tegen die muur blijft aanlopen. Nee, elke keer dat jij een run, want je speelt dan verschillende runs, elke keer dat jij een run doet, haal jij dingen of kun je dingen vrijspelen die weer helpen bij een volgende run. Zo kun je bijvoorbeeld in level 2 komen, de eerste keer dat je speelt, ga je dood, maar heb je wel een paar sleutels verzameld waardoor je nieuwe wapens kunt vrijkopen. Of heb je het al 10 keer geprobeerd, ben je 10 keer op verschillende plekken dood gegaan, maar in die 10 runs heb je dan weer diamanten verzameld waarmee je bijvoorbeeld meer leven hebt gekregen. Dus dat doodgaan is eigenlijk onderdeel van het spel en van het genre zoals het al heel lang is. En ik kan je vertellen, het is soms frustrerend, denk je van, oh, ik was er bijna, oh, die ene baas. En soms valt het allemaal zo lekker samen. Dan heb je de goede upgrades al vrijgespeeld permanent. Heb je een verzoenlijke levensbalk, weet je waar je heen moet. En dan loop je ook nog eens in zo'n run tegen precies de goede upgrades aan, die precies weer lekker met elkaar te combineren zijn. En dan voel je je een god. En dat is niet gek, want Hades is natuurlijk de god van de onderwereld. Speelt ook een centrale rol in dit spel. Jij speelt met zijn zoon, Zagreus. En die wil uit de onderwereld. Die zegt, pa, luister, ik ben helemaal klaar mee hier. Ik wil weten waar ik vandaan kom. Ik wil weten wie mijn moeder is. Ik wil weten wat er daar buiten is, buiten de onderwereld. En Hades is de flauwste niet. Die zegt, luister zoon, ga jij dat lekker doen. Hé, oude puber dat je er staat. Het lukt je toch niet. Want overal in de onderwereld zitten mijn minions en mijn mensen, mijn personeelsleden. En die stoppen jou wel. Dus doe je best maar. En ga je dood? Nou ja, dan ga je terug naar de onderwereld waar je dus al woont. Dus vandaar dat het ook heel logisch is dat je steeds maar weer terugkeert. En dan ga je dus op pad. Al die runs doen en ja, ik zal je vertellen, we gaan dadelijk de gameplay induiken. Die is zo ontzettend op de millimeter nauwkeurig perfect gebalanceerd. Maar het mooie hieraan is, dit is een game van Supergiant Games. En die hebben een aantal hele toffe games hiervoor al gemaakt, maar nog nooit echt een roguelike als dit. En zij hebben gezegd, wij pakken dit genre dat normaal gesproken 100.000% draait om gameplay en wij gaan daarbij een ontzettend vet verhaal toevoegen. Want dat verhaal van Zagreus die wil ontsnappen als zoon van Hades is maar een hoofdlijn. En dat vertakt zich allemaal met allerlei bekende mythische figuren uit de Griekse onderwereld die je ook tegenkomt. En heb je die game 1 keer uitgespeeld dan, oh nee, geen spoilers, maar wel lekker. Laten we even kijken hoe het is om Hades te spelen. Kijk, dit is dus eigenlijk waar Hades begint. Hij begint ook gewoon, dit is gewoon lekker zijn slaapkamertje. Er staat hier een spiegel, ik heb een savefile even gepakt. Deze spiegel kan ik gebruiken om dingen vrij te kopen. Ik heb, zoals je ziet, 17 van die diamanten. En hier staan allemaal kleine skills die je kan doen. Wil ik bijvoorbeeld wat leven erbij hebben? Of dat je zegt, hey, als ik een kamer uitga, dan krijg ik leven erbij. Nou, dat kan ik kopen als ik 20 diamanten zou hebben. Die heb ik dan niet. Of deze bijvoorbeeld, je kunt
één extra keer dashen. Die dash is super belangrijk om aanvallen te vermijden. Die staat dan al op maximaal. En nu hebben we hier 1, 2, 3, 4 dingen die we vrij kunnen spelen. Maar deze lijst, geloof mij, als je sleutels hier gaat inzetten, komen er nog heel veel skills bij. En kun je zo alles vrij spelen wat zoals gezegd permanent is. Voor ik echt naar de gameplay ga duiken, want dit is echt het startgebied. Ik wil even laten zien wat opvalt, is natuurlijk die artstyle. Dat is de onderwereld, maar het is verschrikkelijk kleurig. En die onderwereld die wordt natuurlijk bewoond door, daar is hij dan, blood and meneer darkness. Hades himself. This place is falling apart. Gruwelijke voice acting trouwens ook. Nobody works and honest dead. Father, everybody's dead. What would you even know? Hij is wel een strenge baas, die Hades. Je moet altijd even, verplicht. Eventjes hebben dus aaien. Ligt er niet voor niks. Houdt hij van. Ja, een beetje lekker krommen. Maar die hele wereld wordt dus bevolkt en je komt hier ook tegen door andere goden. Je loopt Poseidon tegen het lijf aan. Dit is Hypnos. Daar kun je mee praten hier in die stadgebieden. En sommige goden kom je ook tegen terwijl je door al die kamers heen gaat. Terwijl je door die onderwereld je een weg baant. Je krijgt op een gegeven moment ook cadeautjes die je kan uitdelen. Dit is dan weer Achilles bijvoorbeeld. En die kun je ook aan bepaalde mensen geven. Dat je zegt van, hey, ik vind Achilles vind ik zo tof. Als ik die tegenkom, geef ik mijn cadeau aan hem. Al die mensen reageren ook wel anders op elkaar. Er zit ook een liefdesrelatie in. En de ene keer kom je de vrouw tegen, de andere keer de man. En dan probeer je die ook een beetje te koppelen. Als je wil. En het mooie is hoe menselijk ze die goden gemaakt hebben. Het is niet zweverig. Niet iedereen is zo helemaal hautain. Nee, in hun ogen zijn zij gewoon, oh ja, iedereen hier in de onderwereld is een god. Dus eigenlijk is niemand een god, als je snapt wat ik bedoel. En op mensen kijken ze sowieso neer, maar ja, die zijn er hier niet. Er zitten alleen maar zielen van de doden. En dit is eigenlijk hun kleine sociale maatschappij. Hier zie je ook, nou, ik heb hier 3 wapens staan. 4 zelf, met deze erbij. Dit schild moet ik nog vrijspelen. Deze speer moet ik nog vrijspelen. Allemaal van die dingen, ik heb het al gezegd, die je als je permanent dingen meeneemt. Kijk, dit kost bijvoorbeeld 3 sleutels. Ik kan nu een run gaan doen, 2 sleutels krijgen en dan ga ik dood. Dan ga ik weer helemaal terug naar het begin. En wat doe ik dan? Dan begin ik nog een keer. En dan haal ik misschien nog een sleutel. Dan weet ik van, hé, ik heb 3 sleutels. Als ik nu dood ga, ga ik weer helemaal terug naar het begin. Maar kan ik wel dit schild pakken. De eerste keer dat ik hem uitgespeeld heb, is met de pijlenboog. Oh, die heb ik al. De pijlenboog, jazeker. Is mijn favoriete wapen. Lekker veilig. Want het is, ja, deze game is, jongens, dit is zo moeilijk in die zin. Nou, moeilijk is niet het goede woord. Je gaat heel vaak dood. En dan denk je, oh, het is moeilijk, want ik ga heel vaak dood. Nee, het is moeilijk omdat het erbij hoort. Iedereen kan dit uitspelen. Het gaat er alleen om dat je steeds sterker wordt en sterker wordt. Tot je op een gegeven moment zo sterk bent dat jij het met jouw niveau kan halen. Dit is een grappig dingetje. Eerste kamer. Ik kom hier nu, er verschijnt meteen een icoontje van Poseidon. Elke run kan hier een ander icoontje verschijnen. Het is altijd random. Ook welke kamers aan elkaar gelinkt zijn, is altijd anders. En dat betekent dat ik met deze run krijg ik Poseidon, zeg maar, als in mijn corner. Dus die heeft weer verschillende dingen. Poseidon's Eet kan ik hier bijvoorbeeld kiezen. Dat ik meer schade doe. Als ik, even kijken, wat staat er? R2. Dit is gewoon zijn speciale aanval van Poseidon. Maar ik kan daar in de volgende run kan ik zeggen, oh ja, ik kom daar bijvoorbeeld Achilles tegen of zo. Die heeft weer een andere skill. Die brengt ook wel andere skills met zich mee. En elke keer mag je ook kiezen. Ik moet nu dan deze deur door. Maar elke keer kom je in kamers. En er zijn heel vaak 2, soms zelfs 3 deuren. Je moet iedereen verslaan in de kamer. Als je dat gedaan hebt, kun je kiezen, hey, waar ga ik heen? Ga ik die deur in waar ik diamanten krijg? Ga ik die deur in waar ik een sleutel krijg? Of ga ik die deur in waar ik een icoontje zie van Achilles? Waarvan ik weet van, oh wacht, die heeft een goede skill die ik wil hebben. Die past ook bij waar ik nu mee bezig ben. Dus ik ga die deur in. Ja, en het, jongens, ik heb dit lang niet aangeraakt. Omdat ik deze game toen helemaal kapot heb gespeeld toen hij uitkwam. Gemstone. Ik heb hem vrij vlot een keer uitgespeeld. Ik denk dat ik tussen de 40 en 42 runs nodig had. En er zitten ook runs bij dat je binnen 5 minuten zo van, de hele beeld is schade, lukt net niet. Ik ben ook wel eens bij de eindbaas gekomen en voor het eerst en ook daar het niet haalde. Ja, dan moet je helemaal overnieuw. En als je dit genre niet kent, dan denk je van, ja maar Simon, luister, een game helemaal naar het einde spelen. En dan opnieuw het moeten proberen. Wie wil dat? Wie doet zichzelf dat aan? Maar zodra je dit speelt, kom je erachter, oké, dit is gewoon hoe het genre werkt. En ook zo'n run, op papier kun je deze game, nou wat zal het zijn, 2 uurtjes, 2,5 uur, kun je hem uitspelen. Ja, niemand gaat de eerste 2,5 uur bij het einde komen, omdat je dan nog niet genoeg geleveld bent. Ik heb nog steeds 1 deur hier. Kijk, hier bijvoorbeeld zie ik al, als ik deze deur in ga, is er een sleutel als beloning voor me aan de andere kant. Ik wil een sleutel, want ik wil dat schild vrijspelen. Maar
is de dash ook alweer? Oh ja, die kan je. Ja, het lijkt erop zo van, Simeone met de beste speler van de wereld. Is ook wel. Maar het lijkt ook heel snel omdat het zo soepel is. En zo, zelfs als je niet heel goed in gamen bent, voor je het weet, dash je echt als de beste. Dash je rond en gebruik je aanvallen en doe je alles. En ja, jongens, ik kan niet 1, 2, 3 een game noemen waarvan ik zeg van de gameplay is zo fine-tuned als dit. Kijk hier. Zie je dus 2 deuren, 2 opties. Hey, van wie wil ik het icoontje? Die linker, weet ik, is van Ares. Ares heeft vaak upgrades waarvan ik zeg, oh ja, die vind ik wel chill. Dus pak ik een deurtje voor Ares. En zo is deze hele game eigenlijk continu besluiten maken. En ik weet ook niet wat voor upgrade ik nu van Ares ga krijgen, maar ik weet wel, zijn type upgrades past bij mijn speelstijl. Kijk, dit is Hades. Die komt er nog even langs, maakt even een praatje. En zegt, hey, ik heb een paar dingen voor je. Deze bijvoorbeeld. Als ik nu aanval, dan doe ik een speciale curse op de vijand. Ik heb ook een cast, zeg maar, een diamant die je weggooit. Die je ook wel allerlei statistieken en extra aanvallen kan meegeven. En deze vind ik altijd heel erg lekker. De Blade Dash betekent, als ik nu dash, laat ik een soort van een klein wervelwindje achter. Die vijanden schade doet jij. Weet je, als ik jullie alle skills ga vertellen, ben ik 17 uur bezig. Als ik ga vertellen wat alle goede combinaties zijn, dan zitten we hier nog totdat we zelf met de hele wereld in de onderwereld beland zijn. Dus dat ga ik niet doen. Maar geloof mij, alles kan. Ik heb de meest gekke beelds gezien, de meest gekke combinaties. En het toffe is ook, kijk, deze game heeft een bepaald aantal werelden. De kamers, de volgorde is altijd anders. Maar die werelden worden wel steeds moeilijker. Ik heb ook in het begin wel eens gehad, oh, dan kwam ik per ongeluk in bij de derde baas. Ik zou je vertellen, geen schijn van kans. Echt geen schijn van kans. Die vijanden worden steeds moeilijker, bazen worden steeds moeilijker. Maar ja, jij wordt ook steeds beter, dus jij komt ook steeds verder. En het is toch niks zo lekker dat als je... Eigenlijk het teken van wanneer een roguelike goed is, is als je doodgaat en het eerste wat je denkt is, nog een keer, nog een keer. In plaats van, ah shit, ik ga niet nog een keer, daar heb ik nu geen zin in. Kijk, there is no escape. Ik kan je verzekeren, het is wel. Alleen niet in deze run. Wat gebeurt er dan? Ik zei het al, terug naar het begin, terug naar papa met hangende pootjes. Ja papa, het is inderdaad niet gelukt en die lacht zich dan helemaal suf. En dan ben ik hier dus weer terug en ik zei net al, qua gameplay, qua character development is elke run weer anders en word je steeds beter. Maar hetzelfde geldt voor het verhaal. Kijk hier bijvoorbeeld, daar staat iemand, die stond er net niet. Dan ga ik met haar praten. En dan zegt zij, hij bijvoorbeeld nu tegen haar, oh, ik heb Tina gesproken en die vond jou helemaal top. Ik dacht dat jullie elkaar niet mochten. En dan gaat dit gesprek en die relatie tussen Tina en Nix gaat dan ook weer even iets verder. En zo is ook het verhaal, elke run krijgt het een beetje meer smaak, een beetje meer, ja, een beetje meer schwung. En ze reageren ook steeds anders op dingen die ik doe en op elkaar. En omdat dit elke keer zo verandert, die gesprekken, die verhaallijnen, dan heb je ook zoiets, soms denk je van, oh, ik heb niet per se zin. Als het alleen maar gameplay zou zijn, dan denk je van, oh, ik wil nu even een pauze. Maar in dit geval komt daar dus bij, oh, maar ik hoop dat ik niks tegen het lijf loop, want ik heb iets gehoord van Tina en dat wil ik tegen haar zeggen. En zelfs als je denkt van, oh, even geen zin in de gameplay, misschien is er iets in het verhaal wat jou ertoe zet om weer een nieuwe run te beginnen. En lang verhaal, korte conclusie, eigenlijk dat je Hades nooit weglegt. Want dat wil je niet. Of je nou doodgaat, of je gaat superlekker, of je zit midden in het verhaal. Er is altijd een reden om dit ding niet weg te leggen. En ja, dat doe je pas echt als je hem meermaals uitgespeeld hebben, kan ik je verzekeren. Ik zou heel graag precies tegen jou zeggen, dan kun je het in je agenda noteren hoe lang je met deze game bezig bent. Maar de een speelt hem binnen 10 uur uit, de ander binnen 20 uur. En dan zijn er nog mensen die zeggen van, ja, ik heb hem wel uitgespeeld, maar ik wil dit stuk en dit stuk en dit stuk nog van het verhaal. En ik wil allemaal nieuwe runs gaan doen waarbij ik mezelf allerlei beperkingen opleg. En ik heb er uiteindelijk 150.000 uur in zitten. Kan ook. Het is een beetje aan jou van, hey, hoe ver wil je gaan, hoe diep wil je in deze onderwereld of, nou ja, beter gezegd, hoe diep wil je uit deze onderwereld gaan. Hades dus, absoluut. En als je dit gezien hebt en je denkt ook maar 1 seconde van, misschien is het iets voor mij, geloof mij, dan is het 100% iets voor jou. Vergeet ook niet onze Instagram pagina, @PlayStation_NL. Daar doen we binnenkort een quiz rondom deze game. Als jij die quiz wint, dan zou je zomaar eens €50 shoptegoed kunnen winnen in de PlayStation Store. Kun je misschien een van die andere vette games spelen die we besproken hebben. Forgotten City, Journey, Kena, Bridge of Spirits. Wat jij wil is helemaal aan jou. Maar check dus ons Instagram kanaal. Check ook even die andere video's als je die nog niet gezien hebt voor andere pareltjes. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer weer terug met een nieuwe verse Must Play. Tot dan.
PlayStation.